Zo, we gaan verder met de 12 Days of Christmas Minecraft editie. Dat houdt dus in, we moeten een hele wereld bouwen. Met 12 dagen voor Kerstmis, waarin we op Kerstmis gaan survivalen. En ja, in video's voor Kerstmis, waarin we dus op Kerst zelf dus gaan survivalen. En hopen te overleven. Natuurlijk gewoon overleven. Dat zou het allerbeste zijn in Minecraft. Dan hebben we hier een crafting table. Hier een enchantment room. Wat heb je nog meer nodig? Oh ja, een enchantment table. Nou, die kunnen we hier ook. En natuurlijk mogen we dus nu ook van allerlei dingen inspannen. Zoals lapisbloksen, gewoon... Eigenlijk mogen we alles wat er maar is in de game ook gewoon nu inspannen. Want we bouwen de wereld om 12 dagen voor Kerstmis de lege inventory te gaan survivalen. Nou, nu ga ik item frames op de kisten plakken. Zodat we in elke kist een bepaald soort ding neer gaan gooien. Zodat we op een gegeven moment ook in de 12 Days of Christmas serie de Ender Dragon kunnen verslaan. Nou, natuurlijk houden we wel de levels die we nu krijgen als we met villagers gaan traden. Al zijn er geen villagers in deze map. Dus die mogen we ook inspannen. En we mogen het hele verblijf mogen we nu naar ons zin maken. Nou, natuurlijk het eerste... Wat in de kist er gaat komen is een houtkist. En misschien is het een hele houtrijkiste. Nou, dan gaan we als eerst deze hout ook. Dan gaan we spruce. Van elke houtsoort een beetje een rij proberen te maken. Dit is niet de logskist, maar dit is gewoon de plankskist, zeg maar. Nou, dan hebben we nu birch gehad. Dan hebben we nu jungle. En dan komen we zo bij dark. Maar eerst bij acacia. En dan dark ook. En dan wordt het normale. Eerst acacia. En dan dark ook. En het lijkt wel of de game hierover na heeft gedacht. Want er is precies genoeg per planks. Nou, de volgende wordt natuurlijk een lokkist. Dan gaan we gewoon hier ook gaan we de locks indouwen. Van acacia, dark oak. Maar dit wordt niet de stripped lokkist. Dit wordt de gewone lokkist. Dus de stripped lock is anders dan de locks. De birch. Ja. Dan hebben we birchwood. En dan moeten we eventjes kijken hier. Kijk, uiteindelijk kunnen we dus met alles gaan bouwen als we dat zouden willen. En we kunnen ook veel tijd gaan verspillen aan het inrichten van de kisten. Maar ik denk dat ik dat beter off video kan doen. Want we kunnen ook gewoon zeggen, we hebben de mineralen en ja, dat. En ik zie nu dat deze en deze verkeerd om zit. Door deze, de dark, ook niet meer gaat passen. Nou, de stripped lock laten we maar zitten. Maar daarnaast, we mogen natuurlijk wel enchanted dingen in de... kisten gooien. We mogen een end portal mogen we in principe plaatsen. Al hebben we die hier rechtboven, als het goed is. Deze kerstboom hebben we de vorige aflevering geplaatst. Mocht je die nog niet hebben gezien, kijk die zeker even. Hier heb je een end portal. Die al volledig veilig is gesteld. Maar... hier maken we een anvil. En daar gooien we... nou, tenminste... we kunnen elk enchantment boek. Kijk, Protection, Fire, Blaster, Aquafinity, Torch, Depth Strider. En dan kijken wat past op elkaar. Want als Blast, als Protection
Kijk, dit past natuurlijk niet. Dit is gewoon, je wisselt de ene voor de andere in. Maar als er verder falling... Wacht. Verder falling en dan kan blast protection er niet meer op. En dan kan fire protection er niet meer op. En proctual protection. En laten we de boeken die we, ah ja, zeg maar niet erop konden gooien. Laten we die maar gewoon in onze inventory houden. Zodat we weten waar we zijn gebleven. Kijk, nu weten we zijn bij Thorns gebleven en Deathstrider. Nou, nu weten we. Het laatste wat wij hebben opgeroepen is Deathstrider. Dus dat houdt in Frostwalker. Curse of Binding ga ik helemaal er niet op zetten. Sharpness, Knockback, Fire, Looting, Efficiency, Silk Touch. Dat gaat geloof ik niet samen. Efficiency is Silk Touch. En Frostwalker en dit ook niet. Maar Sharpness wel. Nou, de laatste die we hebben natuurlijk opgeroepen is Silk Touch. En het mag, hè. Ik mag alles erin gooien. Ik mag zelfs gewoon zeggen van, ik doe helemaal dit en dan kan me geen moer meer schelen. Kijk, wij weten natuurlijk dat we hier zijn gebreken, maar Unbreaking Power, Punch, Flame, Infinity, Look of Steel, Lure en Manding, die kunnen er nog wel bij. En ik denk zelfs het meeste ervan kan er nog wel bij. Kijk, dan gaan we nu... Ja, kijk, Fortune gaat natuurlijk niet vanwege de Silk Touch. Maar als de Silk Touch er niet op had gestaan, had Fortune wel weer gekund. Dus als je... Kijk, dan... Houden we dus zeg maar Mending. Die kan er dus niet op omdat we Silk Touch hebben. Nou, dan houden we zeg maar het Mending boekje ook in onze inventory. Dan gaan we weer terug. En dan weten we, we zijn bij Mending gebleven. Cruise, Vanishing, Impaling, Riptide, Loyalty en Channeling. Nou, kijk, ik denk dat het meeste hiervan er niet op kan. Maar you never know. Nou, Loyalty kan er niet op en Channeling kan er ook niet op. Nou, en dan gaan we dus dit doen. Dan gooien we dat voor de enchantment boeken. En dan heb je, als we nu gaan, nou ja. Armor inspannen, kunnen we meteen het allerdikste van het allerdikste op de armor en de zwaarden gooien. Kijk, natuurlijk, wij kunnen gewoon dit doen. Tik, 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 tik. Nu in creative, maar zometeen kunnen we dat niet meer doen. Die. Nou, dat houdt in die. En dat houdt in die. En verkeerd om. Zodat we alle enchantments op ons diamond armor gooien. Die maar mogelijk zijn. Inclusief thorns. Dat houdt in dat als een mob jou grijpt. Dat die mob ook er damage van krijgt. Nou, en dit is dus het beste armor van wat je kan krijgen. En waar maken wij de armor kist van? En dat doen we met een armor die je echt niet wilt. Die en die. We maken hier de helmpjes kist. Hier de t-shirtjes kist. Hier de broekjes kist. En hier de schoentjes kist. Nou, helmpjes kist. T
T-shirtjeskist. Broekjeskist. En schoentjeskist. En dan kunnen we natuurlijk deze armor. Kunnen wij nu eigenlijk hier ook zo gaan verdubbelen. Door gewoon het in een item frame te gooien. Zo zeg maar. En dan doen we dit weer. En eigenlijk hoort dat niet hier, want dit is niet de truitjeskist. Dit is de truitjeskist. Nou, halen we deze weer weg. Doen we hier de broeken. Nou, dat gaat weer in de broekjeskist. Natuurlijk hier ook. En dan gaan we hier met de helm aan de slag. En dat doen we natuurlijk in het helmpjeskist. Dan hebben we genoeg armor om de Ender Dragon zeg maar gewoon mee te kunnen verslaan zonder moeite. Nou. En volgens mij heb ik een ding weggegooid per ongeluk. Ja, dat is dus mogelijk. We moeten weer nieuwe diamond schoenen halen. Zodat we weer de schoenenkist kunnen aanvullen. Nou, dan doen we weer dit. Doen we weer dit. Doen we weer dit. Nou, dan doen we dit. En dan gooien we al die diamond schoenen hier in de kist. Nou, dan maken we hier ook het wapenkistje van. En dat gaat misschien ook wel een ding zijn. Wapen. Want wat doet meer damage? Nou. Wapenkist. Dan doen we de bow nemen we erbij. Nou, iron wooden sword om het aan te geven. Van dit is de wapenkist. Dit is de... dit hoort niet zo, maar zo te staan. Dit hoort ook gewoon recht te staan. Zoals je dus in je inventory ziet. Nou, dan doen we dus weer dit. En dan doen we de bow erin. En dan halen we die. En dan halen we de bow eruit. En dan moet je eens kijken wat het voor effect het geeft. Gaat het vuren? Nou, dan halen we die bow er hier uit. En gooien we deze bow er honderden keren overheen. Dan gooien we die boos hero erin. Dit mocht het niet genoeg zijn voor de Ender Dragon. Hebben we natuurlijk ook nog een enchanted diamond sword. Met dezelfde enchant. Nou, dan halen we hier dus ook eventjes het zwaardje uit. En dan doen we ook weer dit. Zo, en dan halen we deze er weer uit. En dan gooien we het wooden ding er weer in. Zo, hier heb je al de wapens. En hebben we nog tools nodig? Denk het wel. We kunnen ook trouwens buckets. En dan maak ik gewoon van één kist gewoon een bucketkist. Dat houdt er dan ook in dat hier ook water en zo zit. En ik zie dat we alweer 13 minuten bezig zijn. Het houdt in dat hier ook water in zit. Ook de lava in zit, want het is een bucketkist en niet een niet-bucketkist. En dan denk je, lava en water bij elkaar in Minecraft is obsidian. Ja, dat klopt. Maar omdat dit gewoon water en lava bij elkaar in een kist is, geeft dat niet zo heel erg veel. Kijk, als je dan toevallig...
Ja, laten we die pufferfisher maar aflaten. Gewoon omdat dat niet heel erg handig is. Maar bucket of tropical fish, je plaatst water. Dus uiteindelijk plaats je meer water dan dat er uit kan komen. Maar ik zie dat we alweer op het kwartier zitten. Dus ik ga deze video weer afsluiten. Nou, van genoten. Druk op het duimpje omhoog. Abonneer zeker weten voor meer. En ik hoop jullie weer te zien bij de volgende video van 12 Days of Christmas.